Veel wetenschappers zien de moord op 6 miljoen Joden niet als het toppunt van barbarisme, maar als het toppunt van moderniteit. Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De meeste mensen deugen door Rutger Bregman. We kunnen naar hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12. De vergissing van de verlichting. Bregman schrijft: de tragiek van oorlog is dat de homo puppy zich laat inspireren door het beste in de menselijke natuur, loyaliteit, kameraadschap, trouw, om vervolgens ten strijde te trekken. Nou, die loyaliteit, kameraadschap, trouw, die zijn niet per definitie goed, hebben we al vastgesteld. Maar eenmaal aangekomen bij het front, deinzen we terug. In de hoofdstukken 4 en 10 zagen we dat de mens een diepe afkeer heeft van geweld. Dat beschouwt hij als bewezen. Ja, ja, in het algemeen ook. Hè? Eeuwenlang lukte het veel soldaten niet eens om de trekker over te halen. Bajonetten werden al helemaal niet gebruikt. Bajonet is nooit gebruikt. Ja, ja. Want zonder dat ze die dan allemaal op die geweer hebben geschroefd. Zeg. Ja, ja, inderdaad. Dat ze net zo goed niet kunnen doen. Samenvattend, zegt Bregman dan: het lot van de mens is sindsdien niet veranderd. Ik denk dat we de geschiedenis van de beschaving kunnen samenvatten als één grote worsteling om te leven met onze grootste blunder. We zijn een dier dat uit zijn natuurlijke omgeving is gerukt. Het is weer alsof we het niet zelf gedaan hebben. Ja. Hè? Iets anders, het kwaad of zo, heeft ons uit onze natuurlijke omgeving gerukt. Het idee dat de mens, toen hij nog in een berenvel op herten joeg, in zijn natuurlijke omgeving was en nu niet meer, vind ik ook een misvatting. Ja. De mens deed toen ook al zijn best om zijn omgeving naar zijn hand te zetten. En dat is gewoon steeds beter gaan lukken. En er is geen duidelijke scheidslijn aan te brengen waar de omgeving onnatuurlijk werd. Ja. Klopt. Dit landbouw is gewoon één hele belangrijke technologische ontwikkeling geweest. Maar Bregman wil daar een absolute grens trekken van natuur en cultuur of zo. Ik vind dat te ver gaan. Die jagers-verzamelaars hadden natuurlijk ook al cultuur. Ja. En een soort beschaving. Want ook beschaving is iets dat waarvan de prille beginselen zich al voordeden onder die jagers-verzamelaars, lijkt mij. Ja. Die hadden ook al kunst en die grotschilderingen en voorwerpen. Nou, nu komt dan de verlichting. Het zat allemaal niet mee met die vroege staten. Het was niks dan ellende. En toen, nog maar kort geleden, leek het ineens te lukken om het probleem op te lossen. De verlichting. Wat was nou de verandering? En toch, zo geloofden deze geleerden, was er een manier om ons egoïsme ten goede te keren. Wij mensen hadden een verbluffend talent. Een gave die ons uniek maakte in het dierenrijk. Hier mochten we ons aan vastklampen. Op dit mirakel mochten we onze hoop vestigen. De reden. Geen empathie, geen gevoel, geen geloof. Nee, de reden. Als de verlichters ergens op vertrouwden, dan was het de kracht van het verstand. Hij brengt hier een oneigenlijke tegenstelling aan tussen reden enerzijds en empathie en gevoel anderzijds. Ja, ik vind ook dat hij de reden hier niet heel positief afschildert. Alsof de reden een einde maakte aan empathie en gevoel. Ja, dat is helemaal niet waar. Een van de belangrijkste verlichtingsfiguren is in Nederland wat minder bekend, maar onder juristici heel bekend. In Italië is hij heel bekend. Dat is de rechtsgeleerde Cesare Beccaria. En dat is de man aan wie we te danken hebben dat het martelen van verdachten tijdens een proces, tijdens het afnemen van een verhoor, helemaal is afgeschaft. Ja. In het begin van de 18e eeuw was dat nog een soort standaardprocedure. Mm. Aan het eind van de 18e eeuw kwam dat in heel Europa niet meer voor. Mm. En Beccaria heeft een heel belangrijk boek geschreven over delicten en straffen. Mm. En hij betoogt daar op rationele gronden dat het verkeerd is om mensen tijdens de verhoren te pijnigen. Mm-hmm. Hij zegt, je test helemaal niet de waarheid. Het brengt je helemaal niet dichter bij de waarheid. Want iedereen heeft evenveel belang erbij om uit te brullen dat hij onschuldig is. Het enige wat je test is het vermogen van mensen om pijn te verdragen. Ja. En dus op rationele gronden zegt hij, het heeft helemaal geen zin dat martelen, we moeten daarvan af. Maar als je dat boek van hem leest, dan zie je dat Beccaria ook zeer geëmotioneerd schrijft over de verschrikkelijke pijn die mensen kunnen ondergaan. En dat hij daar een grote afschuw van heeft. Hij was ook een tegenstander van de doodstraf. Mm-hmm. Net als die andere beroemde verlichter Voltaire. Mm-hmm. Dus dat waren mensen die wel degelijk ook hun hart mee lieten spreken in harmonie met hun verstand. En overigens, de verlichters die vertrouwden op de kracht van het verstand. Maar ook Bregman lijkt dat te doen, want hij heeft duidelijk wetenschappelijke pretenties. Hij probeert alles wetenschappelijk te onderbouwen. Neem de oudste nationale grondwet van de Verenigde Staten. De Founding Fathers hadden een donker mensbeeld. Ze geloofden dat mensen egoïsten waren die door elkaar in toom gehouden moesten worden.
Daarom ontwierpen ze een systeem dat aan elkaar hing van checks en balances. Iedereen moest iedereen controleren. Als verschillende machthebbers, rechts en links, republikeinen en democraten, in verschillende instituties, het congres en de senaat, het Witte Huis en het Hoge Rechtshof, elkaar bedwongen, konden verdorven mensen toch nog in vrede samenleven. De enige manier om corrupte machthebbers in toom te houden, zo geloofden de verlichters, was door andere machthebbers tegenover ze te zetten. In de woorden van de Amerikaanse staatsman James Madison: ambition must be made to counteract ambition. Dit is een heel wonderlijke passage, omdat Bregman het hier heeft over de manier waarop machthebbers in toom gehouden kunnen worden. Dat is wat die Founding Fathers in Amerika deden met een systeem van checks en balances. Mm-hmm. Dus Bregman, die in de vorige hoofdstukken zo tekeer gaat tegen de perfide geest van de machthebber, die zou dus natuurlijk heel blij moeten zijn met dit systeem, want het is de oplossing ervoor. Ik kan je vertellen, dit is een oplossing waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn. Ja. En dit wordt door Bregman heel negatief behandeld, als op een zure, wantrouwige manier van elkaar omgaan, dat het helemaal verkeerd is. Maar dat is niet zo. Hij is een zwartkijker. Hier. Hij is hier een zwartkijker. Ja. Heel merkwaardig hierbij is trouwens dat hij in het hele boek alleen de Founding Fathers en checks and balances van de Amerikaanse grondwet noemt, maar niet waar die op gebaseerd is, namelijk de trias politica van Montesquieu. Een van de belangrijkste verlichtingsfiguren natuurlijk. Een van de belangrijkste ideeën van de verlichting is dat je machten door drie machten te scheiden met elkaar in evenwicht kan houden en daardoor iets heel goeds kan doen. Iets waar wij heel blij om moeten zijn. En Bregman zou dat ook moeten zijn. Ik wil er iets aan toevoegen. Dat Bregman nu doet eigenlijk alsof de verlichting intrinsiek negatief is. Dat is niet zo. Ja. De verlichting doet een beetje wantrouwig, een beetje negatief op de plek waar dat gepast is. Ja. Maar kan ook heel positief doen. En ik geef een voorbeeld. De Franse verklaring van de rechten van de mens. Een van de artikelen daaruit luidt: je bent onschuldig totdat je schuld bewezen is. Dus dat gaat juist heel erg van positief uit, van vertrouwen. En merk op, en dit mist Bregman helemaal, dat wantrouwen, wat hier uit die checks and balance zich uitspreekt, dat zich richt op het niveau van de staat. En dat doet die verdeling van de rechten van de mens ook. Scheiding der machten wordt er expliciet in genoemd. Heel goed is dat, want de staat heeft al zoveel macht. Dat is op zich goed, maar gevaarlijk. Ja. En dus daar moet je checks and balances hebben. Ja. Daar moet wantrouwen een oogje in het zeil houden. Ja. Omgekeerd, op het niveau van de individuele inwoner, moet er juist vertrouwen zijn. Er moet er juist ruim baan zijn voor mensen om zich te ontplooien, et cetera. Ja. Wat Bregman hier doet, is precies zijn pijlen richten op het verkeerde doel. Vervolgens erkent Bregman wel dat de verlichting heeft geleid tot een veel prettigere samenleving. Hoe dat mogelijk is als de verlichting gebaseerd was op zo'n overdreven negatief mensbeeld, behandelt hij niet. En daarna gaat hij alsnog de genadeklap uitdelen. Laten we eerlijk zijn. De verlichting kent ook een schaduwzijde. In de afgelopen eeuwen hebben we evengoed gezien dat het kapitalisme op hol kan slaan. Dat sociopaten aan de macht kunnen komen. En dat de menselijke maat verloren gaat als regels en protocollen de samenleving overheersen. Historici wijzen er bovendien op dat niet alleen gelijkheid, maar ook racisme een uitvinding is van de verlichting. In de 18e eeuw gingen filosofen de mensheid voor het eerst onderverdelen in rassen. David Hume schreef bijvoorbeeld: ik denk dat negers van nature inferieur zijn aan witten. Zijn Franse collega Voltaire stemde in. Als hun denken niet van een heel andere aard is dan dat van ons, dan is het in ieder geval zwaar minderwaardig. Mijn intuïtie was altijd al, die verlichte denkers, die waren eigenlijk het startschot voor de uiteindelijke afschaffing van de slavernij. Ja. Die kunnen toch niet de uitvinder zijn geweest van het racisme. Ja. Die kunnen er racistische ideeën op nagehouden hebben. Maar dat is iets anders dan racisme uitvinden. En ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen. Niet dat ik er nu een expert in ben. Maar waar ik bij uitkwam is dat in Europa in de middeleeuwen al het idee leefde dat de mensheid als geheel afstamde van drie zonen van Noach. Namelijk Shem, Ham en Jafet. De Semieten, verwijzen ze nog naar Shem, dat zijn de Aziaten. En de Hamieten zijn dan de Afrikanen. En de mensen die afstammen van Jafet, die wonen in Europa. En er werd ook gedacht al in de middeleeuwen dat de nakomelingen van Ham vervloekt waren met een zwarte huid.
Dus daar heb je al een mooi aanknopingspunt voor het tot slaaf maken van Afrikanen. Of in ieder geval het slecht behandelen van Afrikanen. Eigenlijk al exit Bregman. Ja, en dan nog het punt dat het woord antisemitisme, een van de meest penetrante vormen van racisme die er zijn de afgelopen eeuwen en waar de Holocaust op gebaseerd was, verwijst nog steeds, dat Sem verwijst nog steeds naar die Shem, naar die zoon van Noach. Ja. En niet naar Voltaire. Nee. Nee. En in de middeleeuwen zijn er toch ook heel bekende oplevingen van antisemitisme in Europa. Ja. Onder andere in de 14e eeuw toen die pestplagen kwamen. Ja. Waar massaal werd gezegd, het zijn de Joden die de schuld waren. Zeker. En je moet daarbij wel onderscheid maken tussen, haat jegens de mensen die de religie judaïsme aanhingen. En mensen die van tot het Joodse volk behoorden. Mm. Dat mengde zich natuurlijk. Ja. Maar als je het hebt over de zonen van Noach en de nakomelingen daarvan, dan heb je het dus over echt stammen, niet over religies. Ja. En ik weet toevallig dat in Batavia in de 17e eeuw, dus 100 jaar voor de verlichting, en daar had je dan een aparte wijk binnen de stad nog waar de Chinezen mochten wonen. Ja. Maar buiten de stad moesten de mensen met een andere huidskleur wonen. Ja. En de blanken die woonden allemaal binnen. Kijk, er was heel veel racisme in de tijd van de verlichting. Dat werd niet bedacht door die verlichters. Mm-hmm. Maar natuurlijk, de handel met overzeese gebiedsdelen, koloniën breidden zich steeds verder uit. Ja. Dus steeds manifester werd het dat er ook andere mensen in de wereld woonden en dat die ook van belang waren voor onze maatschappij, die een andere huidskleur hadden. Ja. Dus in die zin kwam er meer racisme. En dat is een beetje gezichtsbedrog. Dan moet je natuurlijk niet doen dat de mensen als Beccaria en Diderot en anderen uit de tijd van de verlichting, dat zij het racisme hebben uitgevonden. Waar ik een beetje aan moet denken is hoe niet wetenschappelijk denkende mensen de vreemde gewaarwordingen uit de kwantummechanica hebben aangegrepen om te zeggen, oh, misschien zijn spoken kwantumfenomenen. Ja. En misschien de spiritualiteit heeft het wel iets te maken met kwantummechanica. Ja. En dat we dan over 100 jaar zouden zeggen, het bovennatuurlijke is uitgevonden door de kwantumfysici. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, omdat Bregman hier wel verlichtingsdenkers aanhaalt die racistische ideeën hadden. Ja. Maar het gaat erom dat in een tijd waarin de Bijbel de autoriteit is, gebruiken mensen zo'n Bijbels onderscheid om bepaalde misstanden te rechtvaardigen. Ja. En als dan de wetenschap populair wordt, dan kun je daar misschien in bepaalde kringen niet meer goed mee aankomen. En dan is het aantrekkelijker om aan te komen met de vormen van schedels of weet ik veel dingen die wetenschappelijk klinken. Ja. En dan vind ik het heel oneerlijk om dan te zeggen, ja, zie je wel, die verlichtingsdenkers en hun ideeën, die hebben het racisme geïntroduceerd eigenlijk. Ik heb nog eens even nagekeken in de grote encyclopedie die onder leiding van de bekende verlichter en overigens atheïst Diderot werd samengesteld. Daar staat ook een lemma in over slavernij. Mm-hmm. En dat is van rond 1750. En daar wordt zo duidelijk stelling genomen dat slavernij kan niet, gaat in tegen alles wat door het verstand en de reden en door de moraal gevraagd wordt. Ja. Het is een prachtige manier waarop die verlichters dat standpunt hebben uitgedragen. Die slavernij is pas ongeveer 100 jaar later echt afgeschaft in Frankrijk. Onder leiding van meneer Arago, die heel kort president is geweest, zo rond 1848. Dus je moet bedenken, in die tijd, rond 1750, toen Nantes in Frankrijk nog een bloeiend centrum was waarvanuit slavernij georganiseerd werd. Dat zij daar toen stelling tegen namen, tegen iets waar echt niet iedereen het mee eens was. Dat is geweldig. Ja. Dat is fantastisch. Dat behoort natuurlijk tot de dingen waar wij heel blij van moeten zijn dat mensen dat deden. Ja. Dus het is wel godsgeklaagd dat Bregman hier het racisme in de schoenen wil schrijven van de verlichting. Ja. Ik weet ook wel, racisme en slavernij valt niet helemaal samen. Ja. Maar er is natuurlijk wel een heel erg belangrijke relatie tussen die twee. En je zou hooguit kunnen zeggen dat niet alle verlichtingsdenkers hebben afgerekend met racisme en slavernij. Is zo. Zoals ze wel hadden moeten doen op basis van de belangrijkste ideeën van de verlichting. Ja. Maar dat is een kritiek dan op die specifieke verlichtingsdenkers en niet op de kern van de verlichting. Nee. De kern van de verlichting was het verstand belangrijk maken. En als je dat werkelijk doet, dan kom je niet uit bij racisme en slavernij. Nee. Dus, en dat is natuurlijk wat mensen als jij en ik verdedigen wanneer wij de verlichting verdedigen. Ja. En niet een of andere opmerking van Voltaire die niet door de beugel kan. Ja. En dan zegt hij over de Holocaust. En dan hebben we nog het bloedigste conflict ooit. De Tweede Wereldoorlog.
dat nog maar kort geleden plaatsvond. De Holocaust voltrok zich in een bakermat van de verlichting en werd uitgevoerd met behulp van een hypermoderne bureaucratie. De SS-afdeling, die verantwoordelijk was voor het managen van de concentratiekampen, heette Administratie en Economie. Dus dan gebruikt hij de naam van de afdeling om te suggereren dat het gewoon administratie en economie was. Dus dat eigenlijk het feit dat er regels waren maakte dat dit gebeurde. Zo kun je ook wel zeggen dat het socialisten waren, want hun beweging heette Nationaal Socialisme. Dus het was eigenlijk links. Hè. Dat sommige extreemrechtse mensen doen dat ook. Ja. Veel wetenschappers zien de moord op 6 miljoen Joden niet als het toppunt van barbarisme, maar als het toppunt van moderniteit. Nou zeg. Ja, ik wilde graag op deze alinea even ingaan, want ik vind het een van de ergste alinea's van het hele boek. Dat hij in één zin noemt hier de Holocaust en de verlichting. En hij suggereert, hij zegt, er voltrok zich in de bakermat van de verlichting alsof er een relatie tussen die twee is. Ja. Terwijl het natuurlijk zo is dat die Holocaust zich daar voltrok ondanks de verlichting. Ja. Dat de nazi-ideologie juist helemaal niet in overeenstemming was met de verlichting. Dat de nazi's juist niets moesten hebben van scheiding van machten. Dat ze niets moesten hebben van beccaria. Ja. Van dat je niet mocht martelen. Van dat de doodstraf verboden was. Dat mensen onschuldig waren tot hun schuld bewezen werd. Al die dingen uit... censuur, kritiek verboden. Ja, al die dingen die waar de verlichting voor stond. Ja. Dat was juist... De nazi's vielen juist terug naar een tijd van voor de verlichting. Ja. Duitsland is inderdaad een bakermat van de verlichting. Ja. Ik denk samen met Frankrijk. Er zijn trouwens ook een paar Engelse denkers die daar belangrijke bijdrage aan geleverd hebben. Maar het is natuurlijk schandalig als je mensen zoals Immanuel Kant en Lessing, Duitse denkers uit de verlichting, die zo gepleit hebben voor tolerantie en begrip, dat je die in één zin moffelt met de Holocaust. Dat is gewoon idioot. Ja. En Bregman moet zich hiervoor schamen. En al die mensen zoals Beatrice de Graaf zelf, een hoogleraar geschiedenis. Ja, zij is docent geweest van Bregman. Zij steekt de loftrompet uit over dit boek. Zij moet zich diep schamen voor een boek waar een dergelijke zin in staat. Ja. Dat je suggereert dat die verlichting iets te maken heeft met de Holocaust. Terwijl dat tegen begrippen zijn die recht tegenover elkaar staan. Het is echt, dit kan niet. Een kleine correctie. Hoewel Immanuel Kant zeker heeft gepleit voor tolerantie, moet bij hem ook een belangrijke Kant-tekening worden geplaatst. En die zullen wij plaatsen in aflevering 74.2 over het tweede deel van Rutger Bregmans repliek. Terug naar de aflevering. Wat ik griezelig vind aan het Nazi-Duitsland scenario is niet de suggestie dat de verlichting of de beschaving misschien juist leidt, of de moderniteit leidt tot dit soort verschrikkelijke misstanden en verschrikkelijke misdaden. Maar eerder dat wanneer een land dat er technologisch heel goed voor staat ineens moreel een snoekduik maakt, vervolgens de verschrikkingen van vroeger kan gaan uitvoeren op een industriële schaal. Ja. Totdat het omvergeworpen wordt of totdat het implodeert. Ja. En dat is een horror die ik nu ook een beetje ervaar bij de Verenigde Staten. Daar is het gelukkig afgewend. Biden heeft de verkiezingen gewonnen en het gevaar is nog niet helemaal geweken. Ja. Maar dat het machtigste en een van de meest technologisch ontwikkelde landen in één keer helemaal terug naar af gaat qua politiek en moraal. Dat is de horror en niet, oei, is de moderniteit niet eigenlijk fascisme? Of ja, zo. Ik zie zelf die horror zich nu voltrekken in China, waar een gewetenloze bewind gebruik kan maken van de meest moderne technologie. Ja. Dat bewind zelf is primitief, is van voor de verlichting. Ja. In China mag je aan universiteiten ook de term scheiding der machten niet gebruiken. Dat staat in een officieel document, Chinese document. Zij zijn natuurlijk moreel van voor de verlichting, maar hebben de technologie van de 21ste eeuw. Ja. En dan krijg je jouw horror scenario. Ja, en die scheiding der machten, daar is Bregman dan weer helemaal niet enthousiast over. Nee, maar hij noemt ze geen eens. In het hele boek komt Trias Politica en Montesquieu komt niet voor. Nee, hij noemt wel in de VS dat die ambitie van de een de ambitie van de ander moet counteren. Dus hij hint erop, maar hij is er niet blij mee. Nee, hij noemt dat negatief. Hij vindt het negatief. Ja, want hij vindt dat heel zuur en wantrouwig. Ja. Nu gaat hij nog even Human Hack zetten. Dit is dan volgens Bergman de vergissing. De Schotse wijsgeer vatte de spagaat van de verlichting treffend samen. Ik citeer. Het is dus een rechtvaardig politiek principe dat we net moeten doen alsof ieder mens een bedrieger is. Hoewel het tegelijkertijd een beetje vreemd lijkt dat een principe in politiek opzicht juist moet zijn, terwijl het in feite onjuist is.
Oftewel, Hume geloofde dat we net moeten doen alsof mensen van nature egoïstisch zijn. Ook als dat helemaal niet het geval is. Toen ik dat ontdekte, schoot er één woord door mijn hoofd. Nocebo. Zou dit de vergissing zijn waarop de verlichting en dus de moderne maatschappij is gegrondvest? Dat we voortdurend uitgaan van een verkeerd mensbeeld? Nou, om te beginnen, is het geen vergissing als Hume het zag en toegaf, ja, dit klinkt raar, maar dit is verstandiger. Ja. Volgens mij, zonder Hume gelezen te hebben, denk ik dat het een geval is van erring on the side of caution. Ja. Dus dat Hume zegt, we kunnen maar beter op dit punt dan de mens iets te slecht inschatten dan iets te goed. Als we hem veel macht gaan geven. Ja, en, ja, want Hume zegt in politiek opzicht. Ja, dus die heeft ook wel goed in. Juist als het gaat om staatszaken, dan moeten we een beetje wantrouwen. Ja, dus het is ook raar om dat dan een vergissing te noemen. Het is heel bewust. En met een goede reden ook door, die Brecht al niet ziet. Ja. Ook opmerkelijk vind ik dat de uitvinding van het racisme blijkbaar niet de vergissing van de verlichting was. De vergissing was dit negatieve mensbeeld. Maar bovendien, hij zegt, dan zou dit de vergissing zijn waarop de verlichting en dus de moderne maatschappij is gegrondvest. Maar is onze moderne maatschappij dan zo fout? Ik ben in principe, enkele kritische kanttekeningen daar gelaten, ik ben blij met de maatschappij waar we in leven. Die is gestoeld op heel veel grote denkers die op de schouders van elkaar zijn gaan staan. En die een heel prettige maatschappij hebben gegeven. Het is niet voor niets zo dat immigranten uit de hele wereld deze kant op willen komen. Ja. Want die willen ook wel in een democratische rechtsstaat wonen. En daar hebben ze nog groot gelijk in ook. Ja. Ja, en Bregman lijkt op bepaalde punten in het boek ook gewoon enthousiast. Want hij geeft wel toe dat de verlichting een breuk was met de verschrikkingen van daarvoor. Ja. En dat we sindsdien in een veel betere wereld terecht zijn gekomen. Dus hij hinkt enorm op twee strijdige gedachten. Ja, maar hier in deze alinea lijkt het net alsof we het allemaal over eens zijn dat de moderne maatschappij helemaal verkeerd is. Ja. En dat hij nu heel erg goed aan het nadenken is, hoe komt dat nou? Zou dat komen door die vergissing die we doorgetrokken hebben? Maar het is al een niet bestaand probleem. Ja. Met alle verkeerde dingen, de toeslagenaffaire, natuurlijk, het kan allemaal nog beter, dat weten we allemaal ook. Ja. Dan blijven we ook aan werken natuurlijk. Ja. En dan zegt hij, dan sluit hij mij af. Wat als scholen en bedrijven, ministeries en overheden uitgaan van het goede in de mens? Alsof dat nu helemaal nog niet het geval is. Natuurlijk is het niet zo dat er voortdurend van uitgegaan wordt dat we het slechte willen. Ja. Nou, dan kom ik nog een keer terug op dat je blijft onschuldig dat je schuld bewezen is. En iets anders trouwens wat Beccaria ook heeft geïnitieerd is dat je alleen gestraft kan worden voor iets wat voorafgaand in de wet omschreven werd als strafbaar. Ja. Wat ook een heel goed relaxed principe is, waardoor niet mensen zomaar opeens vogelvrij zijn en gestraft kunnen worden. Er zijn heel veel dingen. Ze zijn heel goed geregeld op een hele positieve manier. Ja. Nu doet Bregman nog eens, tadam, ik heb het. We gaan het anders doen. We deden allemaal helemaal negatief. Ik heb iets heel bijzonders en origineels. We moeten allemaal van het positieve uitgaan. Ja. Ja, als een soort messias die opeens 180 graden. Ja. Net geweldig. Oké, nou, we hebben deel 3 ook besproken. Misschien is dit dan het juiste moment om even iets te gaan eten. Dat lijkt me een heel goed idee.